Het aantal banen in Nederland is ook in het derde kwartaal verder toegenomen. Er kwamen 51.000 banen bij, waardoor er nu 10,2 miljoen banen zijn. Ook het aantal mensen met uitzicht op vast werk nam duidelijk toe. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, dinsdag. Nog nooit waren er zoveel banen in Nederland. Het aantal werkenden is ten opzichte van het derde kwartaal van 2016 met 177.000 toegenomen. Het leeuwendeel betrof nog altijd flexbanen. Maar ook het aantal vaste banen nam met 57.000 toe. Dat is de sterkste groei sinds 2009. Nog eens 77.000 mensen gingen aan de slag op een jaarcontract. Met uitzicht op vast werk. Peter Heijn van Mulligen sprak van een opvallend sterke groei van het aantal vaste banen. Hij denkt dat de krappere arbeidsmarkt daarbij een belangrijke rol speelt. Steeds meer werkgevers geven aan dat zij moeilijk aan de juiste mensen kunnen komen. Werkloosheid het aantal vacatures nam ook licht toe. Na 213.000, de werkloosheid daalde voor het 14e kwartaal op rij en kwam uit op 4,7%, van 4,9% in het tweede kwartaal. Er zijn nu 428.000 werklozen, waardoor er voor iedere vacature twee werklozen zijn. Op het dieptepunt van de crisis waren dat er zeven, ongeveer de helft van de nieuwe banen komt voor rekening van de uitzendbranche. Ook in de sectoren handel, vervoer en horeca groeide het aantal banen flink. In de financiële dienstverlening verdwenen in de afgelopen periode 2000 banen.